Kijk, ze nou zitten met z'n tweeën. Dat is toch aandoenlijk? En bij sokken, ondergoed, pyjama's, dat mag voor mij allemaal hysterisch. Ik weet niet wat ze daar overheen gooien, maar dat zijn dus ook echt... En dat waren we gewoon vergeten. Oh. Pak het er lekker bij, want we gaan samen aan de slag. Echt een moeite waard om dit te maken. Ik hoop dat ik je goed door het recept heb heen gepraat. Goedemorgen, middag of avond. Wanneer je deze video ook kijkt, welkom bij een nieuwe vlog. Zo begin ik hem nooit in de auto en zo twee keer achter elkaar. Maar goed, dit was even het handigste moment. Het is dinsdagmiddag, laat, 4:30. En wij zijn onderweg naar Meppel. Want Nout kreeg vanmorgen een combine trekker van de Action en die is kapot. En hij wil heel graag een andere en hij is er ook hier heel verdrietig over. Dus we zijn even ad hoc naar Meppel gevlogen om naar de Intertoys te gaan en een nieuwe trekker te halen. Dus we nemen jullie mee. Je zou maar 3,5 zijn en je grootste probleem in het leven is dat je speelgoed combine trekker kapot is gegaan. Ja, oh, ik had zo met dit jochie te doen. Hij was oprecht zo verdrietig ervan. Dat ik dacht, ja, ik vind het gewoon zielig. We gaan gewoon naar Meppel, we gaan een nieuwe halen. Maar in alle haast had ik dus ook besloten dat ik zonder buggy die kant op ging. Nou, daar heb ik van geleerd. Dat ga ik niet weer doen. Morris vloog echt alle kanten op. En die zit echt in de fase dat hij gewoon niet zo heel erg goed luistert. Ik wil niet zeggen twee is nee, maar hij luistert gewoon niet zo goed. Dus het was een uitdaging, maar ik heb het overleefd. Kijk, ze nou zitten met z'n tweeën. Dat is toch aandoenlijk, of niet? En ik was natuurlijk weer de pakezel die met alle spullen liep. Nou, die koos de combine, want die was dus kapot gegaan. En een trekker met de kar. En die heeft hij zelf al opengemaakt. Er zit ook een hooibal bij. Ja. En die kan voor in dit dingetje, hè? Ja. Mooi. Kijk eens. Ik zie het. En ik heb deze ding kan ook open. Oh ja? Ja. Zo hé. Echt mooi. Nou, blij mee? Ja. Fijn jongen. En Morris die koos een glibberig balletje. En we waren vanmorgen dus al even bij Action geweest, omdat Nout echt sokken nodig had. En bij sokken, ondergoed, pyjama's, dat mag voor mij allemaal hysterisch. Dus Paw Patrol sokken, Dino, Spider-Man. En hij koos voor deze pyjama met de graafmachine van Nout. En voor Morris was er niks meer. Alleen maar deze Winnie de Pooh. Vond ik niet heel leuk, maar best. En Morris had rompers nodig. Dus ik kocht deze bij de Zeeman. Dit zijn de 4. Dit is een dubbele. Ook nog een mintgroene. Er staan een soort dino's op. Wat kostte dat? Deze van 5 euro. Deze was 3,89. En deze was 3,29. En ik vond voor mezelf nog deze leuke oorbellen bij de Zeeman. En nu is het tijd om te gaan koken. Ik ga voor opbak aardappeltjes, spersiebonen en gehaktbal voor de jongens. En voor mezelf maak ik dan die spersiebonen in saté die ik onlangs in de boodschappenshop heb gehad. Deze. Let's go. En de uiteindelijke bordjes. Dit is dus deze. Hoe noem je dat? Kruidenmix. Ja, ik doe dit niet zo heel erg vaak, maar ik vind deze wel heel erg lekker. Maar je kunt het eigenlijk ook heel erg goed zelf maken. En dat is ook wat ik over het algemeen doe in plaats van zo'n zakje. Maar soms kies je ook voor gemak. Maar kijk even, het ziet er dan super lekker uit. Dit zijn oppak aardappeltjes van de Albert Heijn. Ik weet niet wat ze daar overheen gooien, maar dat zijn dus ook echt net gekookte aardappelen die je hebt opgebakken. Dit zijn de bordjes voor de jongens. Deze is voor Morris, die is iets kleiner en die is voor Nout. En zij krijgen dan in het midden nog een beetje appelmoes. Wauw, echt een mooie pyjama. Wat staat er? Er zijn kralen in het alleen. Oké. Okay. Nou, kijk nog een filmpje, want dat doet hij altijd voordat hij gaat slapen. We gaan zo nog even tanden poetsen. En Morrisje in zijn mooie nieuwe pyjama. Allebei klaar om naar bed te gaan. Oh nee, tandjes poetsen. Eerst een tandjes poetsen. En ik heb ondertussen een sporttenue aangedaan. Ja, ik wil toch gaan kijken dat ik iets van sportieve acties in mijn dagelijks leven kan gaan verwerken. Of dagelijks, in ieder geval wekelijks. Maar goed, dat is eigenlijk heel vaak het voornemen. Maar ik moet echt wat gaan doen. Het is echt veel beter voor mij en voor mijn lijf. En op deze leeftijd kan ik ook niet langer niet sporten als ik over 20 jaar ook nog wat aan mijn lijf wil hebben. Dus ik ga gewoon zo'n YouTube workout doen zometeen. Proberen. Ga ik die niet meenemen, want het is denk ik wel awkward genoeg voor mezelf. Laat staan als andere mensen er ook naar gaan kijken. Maar goed, dat ga ik doen. Eerst tandenpoetsen en zo op bed leggen. Voor het tandenpoetsen heb ik nog een leuke tip. Deze komt van de Action. En die geeft dus licht. Die knippen 2 minuten. Dus dan kun je met je peuter afspreken of kleuter.
Zolang als die knippert gaan we poetsen en dan poets je dus in ieder geval 2 minuten. Scheelt een boel discussie. Action. 5 euro? 3 euro? Ik weet het niet. Niet duur in ieder geval. En ik weet dat 2 minuten eigenlijk niet genoeg is, maar weet je, het is wel ideaal als je discussies wil voorkomen. En 2 minuten of 3 minuten poetsen, er wordt in ieder geval goed en lang gepoetst. Zo denk ik dan maar. Ondertussen denkt Morris, hey, ik grijp mijn kans, hier is de camera. Ik voer even weer de grote Morris show op. Deze jongen is gek op de camera, die vindt het zo erg leuk. Op mijn TikToks krijg ik dus heel vaak comments dat mensen er zo tegenaan lopen dat ze het lastig vinden om de tanden van hun kinderen gepoetst te krijgen. Ik heb dat probleem met Nout niet en ik had het met Morris ook niet, maar ik heb het de laatste tijd met Morris wel. Hij gooit echt zijn hele lichaam in de strijd, dus als iemand nog tips heeft, heel erg graag, let me know in de comments. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag donderdag, Nout is naar school en dat waren we gewoon vergeten. Oh, het was zo erg, het was 8:30 en ik zei, Nout die moet naar school. Dus die hebben we echt heel snel kleren aangedaan en toen heeft Stef hem nog gebracht. En toen zijn we verder gegaan met het opstarten van de dag. Dus ik heb even gedoucht en zo. Ik heb iedereen in de kleren. Of nou ja, Morris in de kleren. En nu moet ik aan de bak. Ik heb nog een hele lading wasgoed. Dus daar ga ik mee aan de slag. En verder hebben we allemaal een beetje onze Aussie aan. En is het gewoon een beetje... Of hoop ik dat het een soort van relaxed dag even gaat worden. En ik heb overal spierpijn van het sporten dinsdag. Dus ja. Maar goed, ik heb een hele lading was. Daar ga ik... Nee. Daar ga ik niet eerst mee aan de slag. Ik moet eerst ontbijten. Dat ga ik eerst maken. Voor alles een eerste keer. En dit was mijn eerste keer dat ik vergat dat mijn kind naar school moest. Gelukkig is het nog geen echte school. En is het een soort peuterspeelzaal, peuteropvang. Maar goed, ik voelde me wel loedermoeder. Het zit gewoon nog niet helemaal in mijn systeem dat hij op donderdagochtend nu tegenwoordig ook ergens verwacht wordt. Maar goed, het is allemaal goed gekomen. Het is allemaal opgelost. Dit gebeurt je 1 keer nooit weer. Ik ging even ontbijt maken. Ik nam lekker yoghurt. Ik deed er wat druiven in. Morris die stond natuurlijk ondertussen ook alweer bij mij te schooien om druiven, onze druivenliefhebber. Natuurlijk de lekkerste granola die er bestaat erbij in. Cheesecake flavor. Heaven, heaven, heaven. En toen, nadat ik mijn ontbijt had gehad, heb ik mezelf door deze stapel heen gewerkt. En dit is meteen jouw reminder. Moet je nog een wasje aanzetten? Moet je nog een wasje opvouwen? Pak het er lekker bij, want we gaan samen aan de slag. Dat biedt mij meteen de mogelijkheid om jou een aantal vragen te stellen, omdat ik een beetje vastloop met mijn vlogs. Ik merk dat ik in mijn edits telkens denk, oh, het is wel veel van hetzelfde, maar ik vind het ook lastig wat voor video's ik dan anders moet maken. Want als ik een What's in my bag doe of de shopping video's, die worden gewoon veel minder goed bekeken. Dus ergens heb ik wel het gevoel dat jullie dit leuk vinden, maar heb ik anderzijds ook weer het gevoel dat er veel herhaling in zit. Laat vooral even weten in de comments of je het misschien leuk vindt om wel in een vlogstijl, maar misschien een andere soort video te zien. Een langere avondroutine bijvoorbeeld of een ochtendroutine. Laat het even weten, drop even een comment of andere dingen die je graag zou willen zien. Dat geeft mij weer leuke input waarmee ik aan de slag kan. Ondertussen is Morris zijn winterkastje nog steeds niet vol en nog steeds niet gevuld. Dus ook daar moet ik mee aan de slag. Wat natuurlijk weer een aflevering van de winterse wardrobe wonderen zal gaan worden. Heb jij de kastjes van je kinderen al in orde? Heb jij de wintergarderobe al klaar? Of moet je nog dingen? En wat zijn jouw favoriete winkels om voor je jongens of meisjes? Maar in mijn geval ben ik toch meer geïnteresseerd in jongens. Om je jongenskleding te kopen. Want ik beland eigenlijk altijd bij de Zara, bij de Hema of bij de Zeeman. En tweedehands natuurlijk via Vinted. Maar ik ben ook altijd op zoek naar nieuwe inspiratie. Dus heb je nog leuke tips? Let me know. En ondertussen ben ik alweer bezig met de lunch voor Nout. Want die had ik een broodje hagelslag beloofd als hij uit school kwam. En uiteraard doe ik daar weer wat fruit bij. Ik heb dit keer voor gekozen om geen komkommer te doen, maar alleen fruit. Dus wat druiven. Ja, ook eentonig hè. Maar ja, dat eten ze hier gewoon het liefst. En appels. Ik zal de volgende keer, als ik boodschappen ga doen, weer eens wat appels bestellen. Maar ik vind druiven ook gewoon makkelijk en snel, weet je wel. En zoals banaan, dat gaat hier thuis altijd een beetje met vlagen. Het ene moment eten ze daar heel erg goed van en het andere moment niet. Nou, mandarijn vind ik zelf niet chill met Morris, die schilletjes. Dus dat laat ik vaak ook achterwege. Nou, vervolgens ben ik hier weer verder met onze eigen lunch. Want ik heb zo ontzettend veel boodschappen in huis dat ik dacht, ik moet daar een beetje doorheen werken. Dus wat ga ik nou maken? Ik dacht, ik maak lekker frittata. Dus een paprikaatje, uitje, champignon, wat ei met melk en kruiden. Oh, ham doe ik er ook nog bij, een beetje knoflook. En dat hebben Stef en ik gegeten. Oh, ook nog spinazie trouwens. Ja, joh, de meid wat culinair. Nee, op mijn vrije dagen heb ik natuurlijk wat meer tijd. Morris die ligt op dit moment zeg maar als
Als ik dan een lunch maak, ligt Morris al op bed. Dus ja, ik ben sowieso dan aan huis gebonden. Dus verder ben ik heel Pinterest alweer aan het afscrollen naar helemaal leuke herfst DIY's voor in huis. Maar ook om met de jongens te doen, zodat we even weer wat leuke herfstactiviteiten hebben. En het huis ook helemaal lekker weer in herfststijl kunnen gaan aankleden. Wij maken eigenlijk altijd wel een seizoensgebonden tafel. Of eigenlijk altijd wel. Vooral in de herfst en rondom kerst vind ik dat heel erg leuk. In de zomer- en lenteperiode doen we dat wat minder. Maar ik dacht, misschien is het ook leuk om deze herfst mijn voordeur een beetje gezellig te maken. Met pompoenen en zo. En een mooie krans. Dus daar wil ik ook mee aan de slag. Nou, dit was het eindresultaat van de frittata. Hij was wat minder stevig dan gehoopt. Desondanks maakte hij wel heel erg lekker. Dit was de volgende ramp. Kijk nou, al mijn kralen zijn door elkaar gegaan. Echt om te janken. Dus ik was begonnen met het sorteren met de pincet. Maar dat was natuurlijk echt een onmogelijke job. Dus ja, nu heb ik eigenlijk niet zo'n goed idee hoe ik dit nou verder op kan lossen. Dus ja, voor nu heb ik het maar zo gelaten. Maar het was niet mee te werken. Nou, ik gebruikte uiteindelijk deze kleurtjes aan kralen. En die komen uit de box die ik van mijn moeder kreeg. Die zij bij de Action kocht voor €6,99. Of €7 of €6, ik weet niet zo goed. En dan is dit het eindresultaat. Super schattig kettinkje. Totaal niet winterproof, maar ik vond de kleurtjes zo leuk. Ik zal hem even omdoen. Nou, dit is als ik hem om heb. Hij is iets langer dan gehoopt. Dat probleem heb ik wel vaker. Maar dit is cute, toch? Ik ga even kijken of ik hem kan leren met een ander kettingje wat ik eerder al eens heb gemaakt. Deze oorbellen kunnen er natuurlijk helemaal niet bij. Maar goed, even kijken of het met een ander kettingje erbij ook leuk is. Oké, geleerd vond ik hem niet mooi. En ik zie nu ik hem echt zo draag dat hij eigenlijk best wel heel erg lang is. Dus ik moet echt even bezig gaan met gewoon alleen witte kraaltjes, een paar chokers met een hangertje of zo. Dat ik kan gaan leren. Dat lijkt me heel erg leuk. Goed, voor nu moet ik andere kleren aandoen, want ik loop in een Aussie, omdat ik dus de hele dag een beetje aan het poetsen en aan het aanrommelen ben. Maar we gaan zo met een vriendin naar het bos. Dus ik ga even mezelf ready maken en morgen slaapt nog als morgen wakker is, kunnen we in de auto. Nou, we zijn weer terug. We hebben lekker een boswandeling gemaakt en nu ga ik koken. Hoe kan ik dit laten zien? Dit is wat ik ga maken. Kipgyros met kruidige bulgur. Ik heb alleen normale gyros en ik heb ook een halve kilo. En dat speelt veel. Maar goed, ik dacht ik bak alles gewoon op. En dan kan ik het elders wel weer voor gebruiken. Morgen of zo kan Steffen mee lunchen, weet ik veel. Maar dit is echt heel erg lekker. Het is met bulgur. Het is een HelloFresh recept, maar zonder dat ik HelloFresh heb, want ik maak het gewoon met eigen ingrediënten. En ik ga jullie even meenemen in het proces, want dit gerecht is echt de moeite waard om te proberen. Dus zeker een keer doen. Oké, jongens, ik ben dus geen foodvlogger, maar ik ga mijn best doen om je door dit recept heen te praten. Je begint met de kohlrabi. Kohlrabi, die schil je met een dun schiller. Je voelt wel wanneer je genoeg schil eraf hebt gehaald. Dat zie je gewoon wel. En het uitje ga je snipperen. Die koolrabi die doe je in een koekenpan met een 2 eetlepels water met een deksel erop. Op die manier gaat die garen. Je snijdt ongeveer blokjes van een centimeter, zeg maar. Kijk, hier zie je mij tussendoor nog wat stukjes schil weghalen. Dan heb ik dus niet genoeg gedaan met die dun schiller. Vervolgens ga je ook een uitje snijden. Ik had rode ui en dat zat toen ook in het HelloFresh pakket. Ik had dat toevallig ook in huis, maar als ik witte ui had gehad, had ik witte ui gedaan. Vervolgens gooi je ook de gyros in de pan. Nou, ik had dus normale gyros. Kipgyros is lekkerder. Maar goed, dit werkte ook prima. Uitje erin en dan de kruiden. Dit is vadoevan. Ik weet het niet wat het is, maar dit mag je niet overslaan. Dit moet je erbij ingooien. Het is het lekkerste wat er bestaat. En komijn en die bulgur doe je dus ook in die koekenpan. Dat fruit je even aan. En dan doe je de bouillon bij. Jongens, ik doe alles op het zicht. Ik meet niks. Dat doe ik nooit als ik kook. Dus ik doe er hier kokend water bij en een bouillonblokje. En dan gaat ook daar de deksel op. Die bulgur moet ongeveer 10 tot 12 minuten koken. Dan is dat gaar. Die 10 tot 12 minuten zijn inmiddels verstreken. Dus de bulgur is gaar. En de koolrabi heb ik dus ook die 10 tot 12 minuten gewoon op het vuur gehad. Met de deksel erop en een beetje water in de pan. Heb ik af en toe water bijgevoegd. En dat heeft gewoon gaar gestoomd. Daar heb ik net wat honing bij in gedaan. Dat is erg lekker. Mag je niet overslaan. En door de bulgur gooi ik nu wat rauwe bladspinazie. Zodat dat ook lekker zacht kan worden. Daar doe ik de koolrabi bij in. De gyros en dan schep je het allemaal door elkaar. En in het HelloFresh recept hadden ze er dus ook een soort romige saus bij. Lapne. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Maar goed, ik kon dat in de supermarkt niet vinden. Dus ik ben gegaan voor crème fraîche. En ik vond dat een prima vervanger. Maar ik vind dat ook echt een belangrijke toevoeging. Dus ook dat, sla die stap niet over.
En dan ga ik je zo het eindresultaat laten zien. Het water loopt me nu alweer in de mond. Ja, echt een moeite waard om dit te maken. Ik hoop dat ik je goed door het recept heb heen gepraat en dat je me een beetje hebt kunnen volgen. Anders laat het weten in de comments. Oké, ik heb mijn bord leeg en ik voel gewoon de noodzaak om dit op te nemen. Omdat het zo ontzettend lekker is. Ik heb dit nu voor de tweede keer gegeten en ik weet gewoon, dit gaat een gerecht zijn wat ik de rest van mijn leven blijf eten. Omdat het zo lekker is. Ik weet niet wat die vadouvan, of hoe die kruiden dan ook mogen heten, hoe je het uitspreekt. Wat dat is. Maar het is zo lekker. En ik wou dat ik het 10 jaar eerder had ontdekt. Omdat het zo lekker is. Als je een keer wat anders wil proberen dan je standaard aardappelgroot vlees. Of je lasagne, of je spaghetti, of je pasta. Maak dit. Maak dit alsjeblieft. Geloof me. Neem dit van me aan. Probeer dit 1 keer. Ook als je denkt, kohlrabi, weet ik niet. Dacht ik ook. Echt een moeite waard. Zo lekker. En ik bedenk me net dat ik geen moment meer heb om deze vlog verder te filmen als ik hem zondag... Doei. Doei. Stef gaat voetballen. Als ik hem zondag online wil hebben. Dus ja, ik weet eigenlijk niet of ik genoeg materiaal heb of dat het een heel kort vlogje is. Maar dit is het. Ik heb geen andere mogelijkheid. Dus ik wil je weer heel erg bedanken voor het kijken. Ik vond het heel erg leuk dat je er was. En ik zie je graag volgende week weer.